Hey, we hebben een goede trainingsweek achter de rug. Ja, gewoon een goede patronen getraind, dus we zijn er klaar voor. Dus wat effectiever deze week. En de drie wedstrijden daarvoor werden ook niet gewonnen. Hoe is de sfeer na vier wedstrijden zonder overwinning? Heel gretig om te winnen. Gretig om te winnen. Ja, dat moet wel vrijdag gebeuren. En daarvoor doen we alles te kunnen. Uit in Dordrecht werd er ruim gewonnen. Wat verwachten jullie morgen van de wedstrijd? Oh, ja, misschien eenzelfde soort wedstrijd. En ik hoop ook qua uitslag, maar... Ja, zij zijn wel beter geworden, moet ik zeggen. Zij hebben natuurlijk begin van het jaar een nieuwe trainer gekregen. Ook wat kwaliteit toegevoegd in de winter. Dus het is allemaal wat stabieler, moet ik eerlijk zeggen. En we hebben een hele goede serie. Vorige week was de voorbereiding nogal roerig. Deze week wel een goede voorbereiding gehad? Ja, vorige week laten we die snel vergeten. Ja. Maar deze week was gewoon prima. Gelukkig. Na een tijdje zonder basisplaats ben je nu weer terug in de basis. Hoe was de periode op de bank? Ja, het is altijd moeilijk natuurlijk als je niet speelt, maar ik loop al lang genoeg mee dat je weet dat het kan gebeuren. En dan is het extra hard weer om te werken, weer om erin te komen. En wat verwacht je van de wedstrijd van morgen? Ja, dat is Dordrecht thuis. Heel eerlijk gezegd, in onze competitie zijn er, kan je eigenlijk nooit iemand onderschatten. Ik denk als je Dordrecht laat voetballen en de beelden die we hebben gezien, zag je dat ze goed kunnen voetballen. En aan ons is het om gewoon weer een keer voor de winst te gaan. En helemaal met het thuispubliek die morgen weer mag komen, moeten we er extra voor gaan.